In Son en Breugel hebben we het goed voor elkaar. Onze groene omgeving en hechte gemeenschap maken van Son en Breugel een bloeiende gemeente, waarin het prettig wonen, werken en leven is. De komende jaren willen we de gemeente nog mooier maken en dat gaan we samen met u doen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het leven in Son en Breugel voor iedereen beter wordt. We denken daarom graag mee over initiatieven om bijvoorbeeld onze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. En over activiteiten voor jongeren die het leven in de gemeente nog leuker maken. De komende jaren willen we onze omgeving duurzamer maken door initiatieven zoals gasloos wonen, het terugbrengen van regenwater in de bodem en duurzaam vervoer. Wat we doen is groen. De bereikbaarheid van woningen, winkels, scholen en sportverenigingen zijn goed geregeld. Of u nu rijdt, loopt of fietst, u moet u gemakkelijk door de gemeente kunnen bewegen. Ook de veiligheid moet gewaarborgd blijven. Er zijn al veel initiatieven ontstaan om het veiligheidsgevoel te vergroten, zoals de WhatsApp-buurtalarmgroepen. In de komende periode gaan we die samen met u verder vormgeven. Het centrum van Son is gezellig en toegankelijk. Dat willen we de komende jaren nog meer versterken. Met de aankoop van het kerkgebouw hopen we een mooi dorpshuis te creëren. Ook in Breugel zijn we hard bezig om een levendig dorpshart te realiseren. Dit doen we onder andere door het bouwen van een nieuwe sporthal, een nieuwe school en woningen in het centrum. Door samen op te trekken met andere gemeenten willen we gezamenlijk ons woon- en werkklimaat verbeteren. Son en Breugel is en blijft een zelfstandige gemeente en daar zijn we erg trots op. We hebben een hoop plannen en willen graag weten hoe u denkt dat Son en Breugel aantrekkelijk blijft en wat u samen met anderen hierin kunt betekenen. De komende jaren werken we samen met u aan het vormgeven van deze ambities. Samen bouwen we aan een nog mooier Son en Breugel.